Ik ben Jean-Marie Welkens, artistiek tafelbouwer van beroep met een filosofie en een visie. Dus ik heb dit jaar voor de vierde maal de tafel van de Ronde van Frankrijk gecreëerd. En ja, met een gigantisch succes tot gevolg. Jean-Marie Welkens uit Deinze is bekend als de toertafelman. De tafel die te zien was in het Sporza-programma Vive le Vélo bood iedere avond plaats aan de uitblinker van de dag en die zette er dan zijn handtekening op. De tafel werd op het einde van de tour verkocht ten voordele van Make-A-Wish. De opbrengst 227.599 euro. Het is super als je ziet dat kindjes die terminaal zijn bijna, dat nog hun enige doel is nog eenmaal gelukkig te zijn. Als je dat dan kunt bewerkstelligen, waarom niet? Dus hier hebben wij uiteraard de kracht van de renner, de gedrevenheid, de dynamiek die in de rug zit. Je ziet dan daar het hoofd van de renner waar het oog in feite naar alle kanten kijkt, zodanig dat die streepjes dat vertegenwoordigen. Dan heb je in zijn benen van de renner, die ik ook zeer krachtig gemaakt heb, het uurwerk, een uurwerk voor de tijdrijder. In de kuiten zie je, de kuiten zijn expliciet in vormgeving naar zo gedaan. Dan heb je symbolisch zijn het einde, zijn de voet. Je komt aan het achterwiel. In het achterwiel heb je uiteraard de velgen, de spaken. Heb je hier een luchtfoto van Parijs met het stratenplan en al de blokken van de buildings, waar het centraal gedeelte dan hier een tandwiel voorstelt. Heb dan in het buitenste gedeelte van de fiets heb je hier al de bochten dat de renners maken. Heb je hier een ondergaande zon en de ondergaande zon is ik zo, eens dat de rit gereden is, dat alles rustig wordt, dan krijg je plotseling een ondergaande zon. Dan vind ik dat ook nuttig is dat je daarin steekt. Heb je de grote boekel in Parijs met de Champs-Élysées, waar de renners zoveel keer rondrijden in volle snelheid tot 70 km per uur. Heb je de Pyreneeën die besneeuwd waren dit jaar, ijskoud, een aantal mensen hebben ze daar moeten van plukken. Dus dan heb je dan uiteindelijk hier al de ronde punten dat de renners tegenkomen, met al de gevaren van dien, heb ik hier gesymboliseerd in deze plank. Het succes van deze tafel bracht Jean-Marie op een ander idee. Mijn doel is om op relatief korte tijd, maar dat zal niet zo kort zijn, al de nog levende ronde renner-winnaars, de winnaars die ooit de ronde gewonnen hebben, eigenlijk op deze tafel te laten tekenen en ze dan via de media te laten verkopen voor het goede doel en ieder euro ook integraal naar het goede doel te brengen. Want ik heb er drie. Ik hoef geen collectie te hebben van de collectie zit bij mij in mijn hoofd.